We gaan lekker aan de slag voor de lunch. Het wordt vandaag uiteraard iets gezoets. Ik noem het sla broodjes met tonijnsalade en broodjes tussen aanhalingstekens omdat ik sla gebruik. We beginnen met het snijden van komkommer en tomaat. Die gaan we namelijk als eerste opleggen. Dan maken we een soort lekker sausje van tonijn met yoghurt, dat ken je in plaats van met mayo. En dat leggen we dan erin en dan heb je een lekkere tonijnbroodje. Bij gebrek aan een scherp mes ga ik dus hiermee snijden. Je hebt zeg maar zo'n hele mooie manier hoe je blokjes snijdt. Maar ik doe het gewoon zo en dan kom je er ook. Lekker romig. Vaak gebruik je mayonaise om je tonijnsalade op smaak te maken. En vandaag willen we het fris. Dus dan pak ik lekker yoghurt. Heel veel mensen vergeten te proeven. We gaan straks met een nieuw lepeltje even proeven. Want dat is het belangrijkste. Je wilt natuurlijk dat het lekker wordt. En je kan pas proeven of het goed op smaak is als je tussendoor even wat neemt. Dus nu eerst komkommer en tomaat doen. En nu lekker een flinke schep tonijn op elke slaadblaadje. Lekker toch? Doei doei!